Hallo allemaal, ik ga samen met jullie Martialis vertalen, Epigrammen volume 1, boek 9, gedicht 91. En dat is een lofprijzing voor Domitianus, keizer Domitianus. Als je dit hier bekijkt, dan zie je dat hier geen komma staat. Dus enjambement, de zin loopt door. Fijn. Loopt hij nou door tot deze Caesaris of tot deze in de Jovis? Nou, Caesaris is een genitivus. Jovis is een genitivus. En ik zie hink en inde staan. En hink en inde kunnen betekenen aan de ene kant. Als ze samen voorkomen, betekent het aan de ene kant en aan de andere kant. Dat is een opsomming, dus ik neem aan dat die allemaal bij elkaar horen. Is deze zin af? Ja, ik heb hier een PV. Dus ik verwacht niet dat hierna nog iets anders komt. Liket is een maar dingetje, want dat lijkt een werkwoord. Maar liket met de conjunctivus kan ook betekenen ook al. En dan is het een voegwoord. Dus dit is een bijzin. En dan heb ik hier mijn responsa. Dat zal dan wel de hoofdzin zijn. Want die moet ik natuurlijk ook hebben. Ik moet een hoofdzin hebben. Denk er wel aan dat dit een hoofdzin is met de conjunctivus. Dat is iets om op te letten. Adkenam is uit de si-zin gehaald, maar dat is gewoon de vooropplaatsing van het belangrijkste woord, is een stijlfiguur. En het is een axtivus. Me is een axtivus. Diversa is misschien lastig te zien, dus die sla ik even over. In astra is een axtivus. Invitator is een nominativus. Astra hier is een nominativus. Palatia is een nominativus. Die proprius en languius kan een axtivus zijn, maar onthoud dat eigenlijk bij een essent, bij het werkwoord essen, komt geen axtivus voor. Het kan ook een bijwoord zijn en dat is het dan ook. Responsa is een axtivus, kan een nominativus zijn, maar het onderwerp is een ik. Adsuperos is een axtivus. Haec is een axtivus en referenda is een axtivus. Dan kun je zeggen, ja maar wat moet ik nou met die diversa doen? Nou, diversa congrueert ergens mee. Het enige waar het mee kan congrueren is in astra, want de me is een man en geen vrouw. Dus het hoort bij in astra, denk ik aan. Wat het dan allemaal betekent, een invitator is de uitnodiger van Caesar. En eigenlijk is het ook de uitnodiger van Jupiter. Er zijn twee uitnodigers, zoiets als een briefje. Je stuurt een uitnodiging of je stuurt een man die je uitnodigt. Vocaret is hij riep. Axtivussen zijn mij. En dan een aantal voorzetsels. Adkenam naar de maaltijd. In astra diversa naar verschillende hemelen. En we hebben nog een als. Ja, ik heb hier een als met een conjunctivus en ik heb een hoofdzin met een conjunctivus. Dan is het echt een potentialis of een irrealis. Anderen kunnen niet. Maar het is in verleden tijd een imperfectum, dus het is een irrealis. Onthoud, dus met een si-zin met een conjunctivus plus een hoofdzin in de conjunctivus is of een potentialis of een irrealis. En als er dan een verleden tijd staat, is het een irrealis. Dan wordt het dus als de uitnodiger van Caesar, van de keizer eigenlijk. Met Caesar bedoelt hij hier de keizer, want het gaat over Domitianus. En, die is verzwegen, maar dat moet je wel doen, die, even voor beter begrip, van Jupiter. Mij zal roepen naar de maaltijd. Naar verschillende hemelen. Nou moet ik nog aan de ene kant en aan de andere kant kwijt. Dan moet je even goed kijken waar die staat. Hink invitator Caesaris in de Jupiter, Jovis. Dus daar hoort hij mij bij. Dus die zet ik dan voor de uitnodiger neer. Als aan de ene kant de uitnodiger van de keizer. En aan de andere kant de uitnodiger die van Jupiter mij zou roepen. Wel met OE en niet andersom. Naar de maaltijd, naar verschillende hemelen, tuurlijk, want de ene maaltijd is op de Olympus en de andere is op de Palatijn. Volgende zinnetje. Liket met de conjunctivus betekent ook al. Essent is zij waren. Astra zijn de sterren, de hemelen, de sterren.
En Palatia is de Palatijn, daar waar de paleizen staan. Proprius en Longius lijken dus een accusatief, maar zoals ik al zei, bij zijn kun je geen accusatief hebben. Het is dus een bijwoord, maar het is wel een comparatief, denk eraan. Dus dichter of verder weg. Nou, dan krijg je dan. Ook al zouden de sterren, idealis mag je met zouden doen, hè? Zouden de sterren dichterbij zijn. Dichterbij zijn en de Palatijn verder weg. Dat is natuurlijk niet zo. Wat doet hij dan? Darem is ik geef of ik zou geven. Het is die irrealis. Responsa haec deze antwoorden. En een gerundium gerundivum kun je heel mooi vertalen met daar hoort, nee, beter gezegd, anders gezegd, het is lastig om te zien. Ad superos referenda. Deze ad is niet deze accusatief die erbij hoort, maar er hoort deze accusatief bij. Ad referenda, en dat betekent dus om te brengen, om te berichten. En wie je dat bericht melden is dan aan de hemelgoden. In het Latijn bericht je iets niet per se aan de hemelgoden, maar aan activus. Ik bericht iemand iets te doen. Dat is dan zonder dativus. Wij gebruiken daar wel een dativus. Wacht even. Om te berichten aan de hemelgoden, die zet ik even verkeerd, hè. Deze moet hier naartoe. Dus dan krijg je dan, dat door die komt die als die dan staat er niet, zou ik deze antwoorden geven om te berichten aan de hemelgoden. En dan komt hier het antwoord. Let op de aanhalingstekens. Dan wisselen we vaak op allerlei gekke tijden en zo. Dan krijg je de gekste dingen die je in normale teksten niet krijgt. Quaerite qui. Qui is een relativum, dus daar moet ik splitsen. En dat is een bijzin. Quaerite is een PV. En denk eraan dat dat een gebiedende wijs is. Malit is een PV. Qui is een nominativus. Conviva is ook een nominativus, want firi is een male. Conviri is een werkwoord gebeuren, ontstaan en worden. En worden is een koppelwerkwoord, dus daar kan geen accusatief bij horen. Tonantis is een genitivus. Nou, quaerite is een gebiedende wijs en betekent dus zoek. Zoek. En als je dan denkt van, oké, wat is dan het relativum, wat is het antecedent van dit relativum? Die staat er niet. Dat is een antecedent dat ingesloten is door het relativum. Hier zou je dus echt mooi kunnen zeggen, zoek iemand. En dan krijg je qui, die, dat is het relativum. Die iemand, dat weet ik omdat gewoon de volgende, wel, ik weet wat de rest van de zin is, dus dan is iemand het mooiste. Die malit is, hij wil liever worden. Conviva is de gast. De gast. En dan tonantis van de donderaar. Jupiter dus. En dan krijg je dus, zoek maar iemand die liever de gast van de donderaar wil worden. Dan sla je de uitnodiging van Jupiter af. Hoe kun je dat nou doen? Ja, omdat je een betere ster hebt aan het firmament. Mee is een accusatief. Ik zou wel naar Jupiter gaan hoor. Maar oké. Meus is een nominativus. Interis is een ablativus. Jupiter, nominativus. En Tenet is de PV. En Ecke is een uitroep. Is een woordje waar je niks mee doet. Ja, je vertaalt hem wel, maar het is een onverbuigbaar woordje. Dat wordt dan Meus is Jupiter, mijn Jupiter. Tenet, hij houdt vast. Wie houdt hij vast? Mee, mij. Waar houdt hij hem vast? Op aarde. En dan de ekke is kijk.
Kijk, mijn Jupiter houdt mij vast op aarde. Dan was het een kort gedichtje en heel lovend voor Domitianus. Ik zie jullie graag de volgende keer.